Hallo allemaal. Nou, ik ben onderweg naar de King 77NL. Ja, ja, ja. En ik zit in de auto, zit ook achter het stuur. Dit mag niet eigenlijk, maar ja. Noodbreekwet, hè? Zullen we maar zeggen. Wat is dat nou? Dat gaat er iemand. Een vrachtwagen gaat van de vluchtstrook. Op de vluchtstrook ineens. Dus de halve van de vluchtstrook. Ja, inderdaad. Nou ja. In ieder geval, ik laat het mensen inhalen. Hey. En ja, het gaat gezellig worden, want wij gaan naar Amsterdam natuurlijk toe. We gaan naar gebeuren. In ieder geval, tenminste in ieder geval iets van Activision. En ze laten in ieder geval de nieuwe DLC zien en zo. Dus dat is natuurlijk super vet. En ik ga jullie even Paul halen. En Vincent wordt ook natuurlijk tussen drums. En nog iemand. Oh ja, de game meneer van DAD, die komt ook. En maar Isha komt ook nog, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Dus ja, ik zit nu ongeveer bij Lelystad, bij de dijk, zeg maar, de A6. Dus dat is de hoogte van zeg maar, hoe ben ik weer, de brug hier. En nou, dan ga je wel lekker weg. Dus ik zie jullie zo voor de deur van Paul. King 77NL is in the house. Nou ja, oké, het is eigen huis, maar. Wow. Lekker als je al griep hebt en dan nog gewoon lekker zo'n. Jezus, je ogen man! Je hebt ook last van je ogen weer, hè? Ja, natuurlijk, ze komt erbij. Ja, maar hij is knap, hè? Ja? Hoe knap ben je dan? Super knap. Maar dat klinkt heel overtuigend. Ja, maar ik ben niet lekker. Is Vincent er al? Nee. Nee? Nio. Wie is er wel? Nio. Nio? Hallo. Jezus, dat is groot. Wat een beest. Nio. Visie? TV kijken, zat te zien. PC staat er weer aan. Je had net wat op geüpload, zag ik toevallig. King Taj. Ja. Wat hè? Nee. Ah, daar hebben we nog. En om 7 uur komt onze faalactie online. Jezus. En dan nog mijn vlog of de zo te weten. Namelijk, moet nog wat daar gebeuren hier. Daar. Ja. Nee, ja. En oh, een beetje licht, een beetje raar lichtval. Hé, hey, wat ben je? Wat hè? Hé, hey, VIP! FIP! Fucking important people! Ja, heel erg important toch? Dus nee, we wachten even op Vincent. Dus, hoe laat komt hij? Nu zo 5 uur. Vijf uur. En dan gaan we om 6 uur denk ik weg. En dan gaan we even het eten onderweg. Ja. Iets eerder gaan we in de kast zetten. En dan gaan we eten. En dan, als ik tenminste kan eten. Ja, en moeten we wat eten? Toch koorts, wat gaan we eten dan? Wat gaan we eten eigenlijk? We gaan naar de koorts morgen. Wat gaan we eten eigenlijk? Met een Mac of zo. Oh. Met oké. Okay. Nou. Hoe kun je nou net wakker zijn? Nou ja, wakker in de zin van druk bezig, weet je wel. Opnemen, editen, allemaal voor LA. Ja. Ja, en dan komt ook nog dit er even tussendoor, dus ja, ik moest nu alles even doen. Mm-hmm. Maar ja, chill dat je meegaat. Ja, 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 chill dat jij meegaat. Ja. Oh, dat is wel helemaal gezellig. Ja, ja. Ja, die Je weet wel. Dat is toch Vincent? Dat is ook? Nou, gaat niet, hè? Ja, een beetje nummertjes. Oh, je hoort misschien als ik aanhang, hoor. Net hoorde ik dat. Je moet ook niet roken, Paul. Oh, ja, ik wou ja, je Japanse jongens liggen. Ja, dat is nog erg. Nog helemaal. Net ik echt bij de dood ging. Zo. Ja, ja, ja. Jenny! Je staat een beetje ver, zeg. Wat? Ja, nee, man. Nee. Toch te veel achtergrondgeluid. Oh. Ben je helemaal aan het grommen? Hij is groter. Jamie! Baas? Hij is steeds groter, hè? Hij wordt er 6 en hij is breder. Ja! Hè? Ja. Nou. Voor je zien ook, joh. Klein leuk pakje, hè? Hallo. Gas gekregen? We staan hier beneden, we staan hier voor Hotel de Halle. Het is lekker gefilmd, dit, Chris. Oh ja, waar is Vincent? Ja, met Don en Bella. Met Don, game meneer. Vincent, voor je neus! Voor je Oké, okay. Nou wat gaan we nu, wat is een beetje de planning? Ik moet even een sprintje hebben eerst. Alweer? Even stomen. Ja. En dan gaan we gamen. We zijn naar binnen gezien, we hebben de auto weggezet voor 100 euro per nacht, valt mee. Maar jij betaalt toch, dus dat geldt. Nee, het is niet 100 euro, maar we moeten het wel voorschieten. Ja.
22 euro of zo, toch? Ja, 22 euro. Ja. Ja. En verder gaan we zo inchecken. Ik lig met jou in de kamer. Vincent, en, Vincent die heeft een reiskoffer mee. Ja. Niets dus. Vincent heeft zijn vlogtelefoon of zijn vlogkamer mee en zijn telefoon die leeg is. That's it. Ja, 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 ja. En wij hebben even bij ons, ja. Ja, ja. En we gaan zo inchecken en even de kamer in. Of wat gaat je nemen? Oké. Okay. Verder weet ik niet, we gaan het zien. Ik weet ook niet precies wat we precies ja, nieuwe map packs, hè? Nieuwe map packs. We gaan Ghost daar gamen, we gaan Ghost Ik heb die andere map packs nog niet gespeeld, jij? Ik ook niet, man. Ik had het ook niet. Nee, we gaan niet gamen, we gaan Ghost spelen. Dus dat is... Ik kan gamen doen, man. Oké, nou. Kikken. Paul! Hallo. Hallo, we zijn in de hotelkamer nu. En jij gaat even de rondleiding hier. Ja, we hadden net een hele hetero... Bellboy? Ja. En ja, die is naar buiten het uitzicht. Ja, maar kijk, je moet eens kijken, we kunnen er niet meer ruiken. Hè? Ja, ja. Kijk, het is een hotel, blijkt nu. Even door mij vinden. Ja, ja. Maar kijk even naar binnen, zo. Dit was vroeger een tramstation voor trams. Want trams dus gestald werden na een dagje Coastopeeën. Ja. Dat is Coastopeeën, een dag dat die als trams in Amsterdam. Ja. Hier denk ik zelfs, Amsterdam. Ja, nee, tram 13, tram 12 of zo. Ja. Ja. En, nou, kom maar in de kamer. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Nummer 212. Ja. Dat is een mooi nummer. Ja. Oké. Okay. Ik heb geen last van dicht, toch? Ja, maar het is echt, we dachten eerst, zo nou. Kwam binnen, van fuck, we hebben geen eigen, we kunnen niet kakken, want dan moet je kakken waar iedereen kakt. Ja, lekker, gezellig, naast Ari. Toch naast Ari gaan we gewoon kakken. Ja. Gezellig. Maar. En zoals kijk. Iedereen kan zien, het is fucking luxe, zo, dan moet je kijken. Het is splinternieuw, het is pas 4 weken oud. Hoi, allee, bro, nou, dat hebben we nieuw. Maar één ding, hè, kunnen we samen in bad, gaan we daar zitten? Ja, ik moet echt kakkenruimte hebben, ik kan hier echt geniaal kakken op. Dit is wel perfect, ja inderdaad. Ik moet zo echt een heel vet hotel mee. En dit ben ik. Geen grapje, licht, ja. Dit is echt geen grapje. Dit is geniaal. Ja. Alleen, er is wel één klein nadeel. Het is wel die. Er zit geen naad, dus het is echt niet uit elkaar te halen ook. Dus wij liggen hier samen zo meteen op bed. Maar dit is wel, dit is vet. Je gaat straks in de ochtendjas gewoon gamen, joh. Met die sloffen. Geniaal. Ja. Kijk hoe vet. Ja. Maar, dat is wat minder. Vooral dat ik ziek ben. Oh ja, oh ja, ja. De rog is. Dus ook Lemmer heeft het virus op te pakken? Yep. Maar het is verder mooi. Het is wel nice. Ja, dit is wel nice weer. TV'tje, hij ziet mijn licht natuurlijk erin, maar maakt niet uit. Maar lekker hoor. Alleen dit blijft toch wel. Dit, hier gaan we verhalen over krijgen, Paul. Kijk, we kunnen wel dingen, hè, als we bezig zijn. Do not disturb. Do not disturb, ja. Oh nee, please make up room. Ja, please do not disturb. Ja, we maar lul zo dan, als we bezig zijn. En, nee, dat doen we. Ben jij de ontvanger of de gever? Nee, ik geef het wel. Jij vangt het wel op, hoor. Nee. Je gaat dus steeds naar die B bij de andere kant. Je vangt het al op, hoor. Steeds naar die B. Het blitzend. Nee, maar... Olaf zegt doei. Die van 8 die is verantwoordelijk voor de livestream. Hier worden ook de competities op gespeeld vanavond. Jullie hebben daar zo waarschijnlijk al de prijzentafel gezien met verschillende prijzen. Zo hebben we bijvoorbeeld een... wat hebben we hier, Issy? Domination Duck. Ik heb geen idee. Het is een Domination Duck. Pantoffels. Of sloffen. We hebben... Capella Flowers hier staat trouwens, sorry, dat is een verschillende prijzen die jullie kunnen winnen dus. Maar, we zijn nu eerst op zoek naar de eerste 8 spelers die gaan spelen. En Issy die gaat ze uitzoeken. Ja, ik mag 8 vrijwilligers voor de eerste level om te spelen, jongens. Niet allemaal tegelijk. Nee, mag ik ze uitkiezen gewoon? Ik zou zeggen, kijk, trek ze eentje weg. Ser? Jij zit wel? Ja, jullie twee erbij? Dat is slecht. Ja, maar whatever. Jullie gaan niet samen trouwens. Dat is niet cool. Ja. Jamie, doe jij ook nog mee? Nee, ik moet nog even opfrissen. Oké, is goed. Hoeveel doen we? 1, 2, 3, 4. Is. Ja? Doe je hem prima? Ja, doe even mee. Ik win toch wel. Kom maar mee, Paul. Nee. Paul. De jongens die niet mee gaan doen, willen alsjeblieft even opstaan. En dan wil ik er nog 4. Ik moet er nog 3 hebben.
Ja, ik. Nog drie. Hier. Ja, kijk eens. Ja. Wil je wel even de telefoon? Ja, weet ik waar het zo. Ik was even aan het filmen, jongen. Oh, is je mij aan het filmen? Ja, ja. Dat is wat je zegt. Nou, ik hoor het gaan zitten. Hallo! Ah, dat is een stukje beter. Ja, ja, ik had even een stukje opgenomen met een flits. Ja, maar hij is... Hij kan er nou niet tegen. Doe het op een manier. We hadden het net over, hoe lang was je onderweg hier naartoe? Pak een beetje een uurtje. Ben je met de auto gegaan trouwens? Nee, met openbaar vervoer. Waarom moet je naartoe dan? Welke stad woon je dan? Ik kwam uit Purmerend. Purmerend? Oh ja, oké. Okay. Valt mee toch? Ja, valt wel mee, maar dan alsnog. Ja toch? Dan moest ik tram hier naartoe en hier naartoe lopen. Dat valt op zich ook nog wel mee. Ja. Ja, als jullie dan ook nog even een half uur later komen dan gepland, ja, dan wordt het wel een beetje... Nee, we waren hier 6:45 waren we hier. Ja, dan alsnog. Ik was hier een half uur. Ja, maar we moesten 7 uur inchecken, hè? Tenminste, 7 uur eigenlijk ongeveer zijn, 7 uur. Man van zijn tijd, hè? Man van zijn tijd. Ja, weet ik maar, de Ring A10 was echt super druk, serieus. Ja, gewoon met de auto. Met de auto. Enorme. Ja, met de auto waren, dus ja, dat is zo. Nee, dat stond helemaal vast, dat zag ik inderdaad. Maar jij hebt nog niet, hoe vaak speel jij Ghost? Nooit. Nooit. Het is op de Xbox 360, hè, spelen. Ik heb net trouwens de map Favela gespeeld. Die ken je wel, hè? Ja. Van MW2 is dat. Tot Black Ops 2 heb ik eigenlijk actief gespeeld. Ja. Ghost heb ik heel even gespeeld. Ja. Oké, nou hoop dat je hier geen monetize shit op krijgt, maar dat komt wel goed. Maar ja. Maar ik zie iemand anders. Ik ga ook even een dag zeggen. Hey, dankjewel. We zien elkaar zo meteen nog, jongen. Sowieso. We gaan kijken. Hier staat een hele bekende. Hallo. Hallo. Hi. Hoe ging het net? Nee, niet. Tegen... Hebben jullie tegen elkaar gespeeld? Nee, ik heb nog niet gespeeld. Hij speelde tegen mijn teammaten. Ja, dat is niet normaal. Die had 54 kills of zo, toch? Ja. Ik had trouwens voor de duidelijkheid 1935. Maar iemand speelde met IED's. Dat is ook niet zo. Ja. Maar hier is Maisha. Hallo. We kennen elkaar van Gun Game natuurlijk. Onder andere. Ik moet maken met mijn scorebank. Ik ga het zo doen, oké? Zo moet ik nog een keer. Ga je nog een spelen? Ik weet niet hoe het werkt eigenlijk. Weet jij hoe het werkt? Ja, volgens mij mag je gewoon, zodra je zin hebt, mag je gewoon aansluiten. Ja? Ja. Oké, heb jij al gespeeld? Nee, ik ga zo spelen. Ja? Ja, maar eerst een biertje en dan ben ik rustiger en dan gaan we. Oh, oké. Maar ik speel net op de map van Vela. Wat? Ik speelde net op de map Favela. Oh ja, ja. Die ken je wel, denk ik. Nee. Nee, niet van MW2? Nee, ik heb... Oh, is die weer her? Ja, her. Oh, ja, MW2, her. Map Favela. Ja. Dat is een leuke map. In was Brazilië. Dat eigenlijk... Wat? In Brazilië. Ja, dus dat was ook leuk. Dus, maar ik denk, nou, ik laat je toch even zien op mijn kanaal. Kunnen ze een keertje kijken wie het is. Vriendin van Wouter. Dus nee, maar hier zie ik ze zo nog. Oké. Nou, gelukkig lekker even bij je kijken. Dat is nummer 2. Oké, is hij ook een 3? Zie je toch wat grappig is? Oké, wat voor keuze is die? Hè? Je moet beginnen opletten. Volgens mij rent hij een MSB. Nee, is een M-term met een red dot. Maisha, ga nou binnen, Maisha. Ik moet dat gebruiken dat we toch een red dotje erop gooien. Voor de rest ben ik benieuwd wat deze mensen gaan doen. Maar kijk, ik denk dat ik straks even een rondje moet gaan lopen bij de mensen die van spelen zijn. Want ik weet niet zo veel van deze spelers al. Maar je ziet natuurlijk dat ze onder zo'n warme limpjes zijn. Toch bij die nieuwe drieën stel dat het aardig zo'n slim is. Kijk, ik heb hier heel rustig dat ik er zo bij spelen. Alleen nu zijn er ook weer eens. Ik vind het wel een hele mooie map, er zit een soort van levels. Ja. Als je dan overdekking kan zoeken, maar ook kan vluchten. Ik ben benieuwd die hoofdstuk van de serie is ergens tussen.
vlog gaat fout. Ja, wat hoe laat is het eigenlijk, Paul? Paul, hoe laat is het eigenlijk? Het is nu 2:00 over 1 minuut. Oh, oké. Okay. S'nachts, hè? Niet smiddags, s'nachts. maar we waren net dus bezoek in onze kamer van MC... Is die zullen we eens even gaan zoeken? Rick van Activision. Ja. Wie nog meer? Jamie Westland, de drummer van de Rek. Ja. Wie is er nog meer? Veel. Zullen we gewoon even kijken? Maxime, de beste gamester van Nederland. Hè? Ja. Zeg goed als ook. Ja. Maar zullen we gaan kijken waar ze zitten? Was het room 119? 119. Nee. 119. Gaan we even kijken, ja? Goedemorgen. Goedemorgen. Is het lekker, Vincent? Ja, die goeie ken je. Paul? Ja. Het ziet er wel mooi uit, hè, trouwens. Hè? Leuk geregeld, toch? Allemaal dit, hè? Zo, ontbijtje. Zo geinig. Oh, oké. Okay. Ik wil het liefst eigenlijk gewoon nog 5 uur slapen, als het kan. Ja, dat kan nog, toch? Als je thuis komt. Ja, ik zei al net, als je nu gaat slapen zometeen, hè, dan ben je gewoon helemaal in de tiefe. Ja, straks in de bus, ik ga zo wegkachelen, jongen. Dan mis ik mijn halte en dan gaat alles weer verkeerd. Ja. Waar zijn messen, Fish? Oké. En Pien? Ja. Hoe doe jij? Goed. Oké, wat heb je allemaal? Ah, het ziet wel nice en nice uit, toch? Ja, gewoon een lekker ontbijtje, joh. Gewoon zoveel mogelijk naar binnen werken en dan gaan we weer door. Oké, nou, het ziet er hartstikke leuk uit in ieder geval, ja toch?